Down on Coin. Hallo mensen van Biontown, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe 1 minuut reviews. Vandaag gaan we het hebben over de indie game Action Hank. Action Hank is gemaakt door een Nederlands meisje. Het is een game gemaakt door een meisje, dat zegt natuurlijk al superveel. Hij is best wel awesome. Je speelt als Hank, een redelijk dikke motorbiker. En het idee is, je moet over een soort van Hot Wheels baan. Iedereen kent natuurlijk wel die Hot Wheels autootjes die je vroeger had. Zo'n autootje heeft een bepaalde snelheid. En wat je moet doen is, als Hank zijn, dan moet je zo snel mogelijk van punt A naar punt B over de baan. Het is belangrijk dat je de juiste momenten je slide inzet en op de juiste momenten springt. Zodat je precies de juiste sprongen maakt, zodat je zo snel mogelijk van punt A naar punt B kan. Het is een superleuke game. Hij staat momenteel al op Steam. Ik raad je zeker aan te spelen. Voor mij heb je ook een online highscore, waardoor het super competitief is. Ik ben er zelf niet super goed in, maar vooral vanwege de gekke artstyle zit in een soort van kamer waar ook zo'n hele grote Hot Wheels baan ligt. Het geeft gewoon een heel fijn, grappig, goofy gevoel aan de game. En ja, ik raad hem zeker aan om even te spelen als je hem niet gespeeld hebt. Waarschijnlijk niet, wat is een indie game? En indie games zijn heel bekend in het algemeen. Dit was de 1 minuut review van Action Hank. Bedankt voor het kijken, tot de volgende 1 minuut review. Doei!